Dat is een grove leugen. Alle zaken die uitgevoerd worden vanuit de regering, wordt binnen de regeringsraad besproken, wordt binnen de RVM besproken. De minister geeft elke week uitleg over financiële situaties, wat de huishouden is, welke projecten gefinancierd gaan worden. En alle projecten waarvoor er een begroting is, waarvoor er financiering is, daarvoor zorgt de minister dat die gelden vrijgemaakt worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen VHP, ABOP of welke politieke partij. Dat is nonsens. Ik ga niet op die toer om te gaan zeggen van wanneer een functionaris of een minister iets liever zegt, dan ga ik zeggen van het is nonsens, het is leugen. Dat zeg ik. Ik wil ook op een toer dat die, want ik wil het niet zeggen wanneer de president ons voorhoudt dat dit en dit en dit. En als weet ik dat het niet zo is, ga ik niet zeggen dat de president nonsens vertelde daar. Dat ga ik niet zeggen, mijn horen dat jij, aan president Takmasani. Als het niet zo. Als het anders dan met dat olie ben. Maar als je dat zegt, wil ik wel zeggen dat het ook heb ik doorgeluisterd wat hij heeft gezegd. En hij geeft toe, aan het einde geeft hij toe, dat moet je nog doen. Dat we moeten ministerie moeten prioriteiten gaan stellen. Maar wanneer je een begroting goed geurt. Dat betekent dat er geld is. Als je voor begrotingsartikel A 1 miljoen goedkeurt in de Nationale Assemblée, dat is een wet geworden. Dat betekent dat je 1 miljoen hebt. En als je het niet hebt, dat betekent dat je de hele parlement, hele natie voor de gek gehouden. Want je keurt goed, je hebt dat geld en je hebt het niet. Terwijl je weet dat je het niet hebt, maar je laat het goedkeuren. En dan mag je zeggen. Mijn God, als je kijkt daar aan de overkant, dan zie je met welke tempo daar wordt gerestaureerd. Ik ben al hier 2 jaar bezig. Derde jaar zijn we bezig om hier, deze etage waar ik zat, te renoveren. Geen geld, nul, nada. En de minister heeft uitgelegd dat ja, de VP heeft zelf goedgekeurd, hier zijn missieven. Missieven zijn nog geen enkele betaalmiddel. Misschien is het besluit wat we hier hebben genomen, met z'n allen hebben we een besluit genomen dat we dit gaan uitvoeren. Dan rolt een missieve eruit. Daarna volgt een contract en daarna volgt een reçu. En als het niet comptabel gedekt is, krijg je geen reçu. Op het moment dat je een reçu in handen hebt, dat betekent dat alles station gepasseerd. En ik ga het u zeggen, ik ga het u wijzen. Je zegt, ik ben voor documenten gekomen, dan ga ik je wijzen. Ik wil niet te veel, maar ik ga hier op mijn kabinet 2022. Je ziet hier, alle reçus zijn hier. 2.843.000 wat we moeten betalen nog. Dat is nog niet betaald. Hou dit. Dit is een missieve. Dus wanneer men zegt, ja, hij heeft toch zelf goedgekeurd. Dit keur ik goed. En dit is de reçu. En dit is vanaf 2023. Reçu is vanaf 2023 ook. En nog geen enkele cent na de next. Dan krijg ik geld. Dat betekent, je krijgt geen geld. Je mag goedkeuren, maar je krijgt geen enkele cent. Kijk hier, 2023. Dat is het kabinet hier alleen hoor. 2023 zijn alle reçus, zijn alles dingen. 70 miljoen. 70 miljoen. Maar dit is geen nonsens. Dit is de waarheid. 2024, nu, vanaf januari, hebben we 6 miljoen. Alleen maar achterstallen. We kunnen niet eens papier kopen voor hier. Zo erg is het. Water, straks heeft niemand meer water hier om te drinken. Maar dat is nonsens. Kijk hier, ik wijs u al die dingen. Maar financiën, keur goed, maar kijk daar. Binnen no time, als je kijkt aan de overkant, dan zie je het gebouw daar. Is dat prioriteit? Wel. Maar dat zeg ik toch. Voor hoeveel is het gekocht? Maar in ieder geval,
Dat interesseert me niet voor hoeveel de kok is. Maar ik zeg je in welke tempo het wordt gerestaureerd. Daarover alleen heb ik het. Terwijl ik al 3 jaar bezig hier ben. Een lift moet komen, dit moet niks komen. De president. En nee, ik ben nog niet klaar. Oh. Dan gaan we naar... Er zijn Russisch hier voor Gummer Blooming. Miljoenen. Die leerkrachten heb ik zelf betaald uit mijn geld om ze te sturen naar het binnenland. De minister heeft daar net ook hij heeft niks anders te doen dan mij te complimenteren. Maar hij krijgt ook geen geld. Onderwijs. Maar alle andere onderwijs van hier in het gebied krijgen wel geld. Maar binnenland krijgt niet. Daarover heb ik het. Waarom kan die andere gebieden wel krijgen, maar wanneer ik het over binnenland, dat wordt niet betaald. Niet de minister van OVC is het probleem. Minister van Financiën is het probleem. Als er geen geld is, moet je gewoon zeggen er is geen geld. Dat is de patent niet toch? Maar wanneer ik zeg dat we geen geld krijgen om die projecten uit te voeren, dan ben ik lolloos aan. En dat wil ik hier zeggen dat het niet zo is. Ik wil niet op die toer, maar in ieder geval, ik heb hier al bewezen dat niet wanneer je een ruzie hebt, niet wanneer je een missieve hebt, dat heb je geld. Dan moet dat geld overgemaakt worden. Mensen willen niks meer, geen diensten meer leveren aan de overheid. Dus mijn mensen, als je kijkt, vanaf 2022, achterstanden in het binnenland, sociale zaken, miljoenen. Vlak hier, Brokopondo, zijn die mensen al een hele jaar niet betaald. Kwamala Samutu, Kabalebo, Sipaliwindar, Dritabatje, 2 jaar al. Geen sociale steun. Geen sociale steun, geen kinderbijslag, geen financiële ondersteuning. Terwijl die mensen hun beschikking hebben. Minister-president, heb je het gevoel dat dit bewust gebeurt? Ik weet het niet hoor, maar in ieder geval wil ik gewoon zeggen van wanneer je een begroting goedkeurt, de begroting is goedgekeurd, dat betekent je hebt geld erop. Ga geen begroting goedkeuren. Als je geen, zeg maar eens geen geld, dan weten we dat mensen, jullie gaat geen sociale steun krijgen gedurende het hele jaar. Dan weet men dat. Maar je gaat goedkeuren zoveel miljoen voor die, zoveel, terwijl je weet dat je het niet hebt. En daarvan hou ik niet. Je moet goedkeuren wat je hebt. Dus, ik zie dat het nu ontzettend stoort, vicepresident. Ja, nee, dat stoort me. Echt wel hoor, dat stoort me heel veel. Als je kijkt naar sociale zaken zelf, we spraken ook al over sociaal programma. Zelf, internationale organisaties hebben ons op de vinger getikt dat we heel slecht scoren op dat gebied. Ik weet niet wanneer we prioriteit gaan stellen daarop. We praten maar, prioriteit moet daar komen, maar het komt niet. Wanneer we moeten uitvoeren, no money. Is het, maar heeft u het gevoel, VP, dat uw gezag af en toe wordt ondermijnd? Nou, daarover wil ik niet praten. Dat laat ik voor de gemeenschap, iedereen ziet dat. Maar in ieder geval, al ga je me ondermijnen. Al ga je dit van me willen afpakken. We hebben nog maar 10 maanden. 10 maanden, dan dat hoor ik bak. Kan het dat het werkt? Ja, nee, dan komt een andere regering toch. Misschien kom ik niet meer zelf in de regering. Dan ben ik vrij. Dan ben ik verlost. Maar stel dat de kiezers... maar stel, VP, dat de kiezersvolk wil dat jullie toch voor samenwerken. Wat dan? Ja. Dus dat zeg ik toch. De politieke realiteit op dat moment bepaalt. Dus niemand komt maar zeggen dat je werkt met die of je werkt met dat of die. De politieke realiteit op dat moment bepaalt wat er moet gebeuren. Politieke realiteit kan zeggen van Brunswijk heeft, ABAP heeft 2 zetels, ze moeten in de oppositie, dan ga je in de oppositie. Als ze zeggen dat ABAP heeft bijvoorbeeld de meerderheid, dan ga je regering vormen. Maar kan dat door deze situatie, vooral uw partij straks? Straks wat? Ja, no? Van het feit dat mensen straks goed zo. Beschuldigen dat u werkt, dat kan het doen. Natuurlijk kunnen mensen me beschuldigen, maar ik zeg dat alleen. En wanneer ik iets zeg, dan moet je dat niet zomaar. Met kies openbaring, dat ook al sabi. En dat de ABOP
heb ik die mensen gezegd, de advocaat, voor 100.000 stem plus. Ja? En daarvoor gaan we. Ja? En dan weet ik, ik heb ook gezien dat die mensen de ABOP niet kwalijk nemen. Dat mag ik je ook zeggen. En dat zie je ook op het veld. Dat zie je ook op het veld, wat er gebeurt. Ja toch? En mina stratiboy. En ik ben overal. En als ik word niet uitgejouwd als ik ergens ga. Dus dan met ik neem, ik krijg weer een kans. Voor mensen van het kabinet worden uitgejouwd? Ik weet het niet. Ik heb gezegd, ik word niet uitgejouwd. Ik heb niks gezegd. Ik zeg, ik word niet uitgejouwd. Wanneer ik naar die plaatsen ga, naar die ghetto, naar die... Ik ga naar Nikeri, ik ga naar... Weet ik veel, ik word niet uitgejouwd. Ik ga naar voetbal, ik word niet uitgejouwd. Enzovoorts. Dus ik slechts een deel van die middelen? Dus, over wat die nonsens betreft, ja. Heb ik al gezegd van, ik ga niet op die tour. Want ik kan ook hier komen staan en zeggen van ja, fresh kapitaal, diaspora kapitaal, die zijn niet gekomen. Heb je me gehoord dat ik kan zeggen van, het was nonsens. Het was wat die president beleeft. En hij heeft dat gezegd. En omdat het niet kwam, dan ga ik zeggen van, ja, hij heeft alleen maar nonsens uitgekraaid. En dat ga ik niet zeggen. Mina een diplomaat, is dat wat aan dit? Zijn er meer? Los van deze? Ja, dit is maar een klein stukje. Ja, wat wil je meer hebben? Moet ik een hele doos gaan halen? Ja, ja. Maar in ieder geval... Ik ben tenminste eerlijk naar die samenleving. Ja, tuurlijk. Die samenleving moet weten. Of mooi nog dit, tegen samenleving is dat mooi nog dit. Maar kom niet zeggen dat... Als AVP dat hij is niet zo. Maar dan dat ik ook met die bewijzen komen. Hoeveel ressources er zijn. Dat we straks hier de mensen geen eten meer kunnen geven wanneer ze hier komen. We kunnen de ondernemers ook oproepen tot we die niet zijn. Dat is maar goed. Dus dat alleen wil ik weten. Maar in ieder geval is dat van de... Mina soort dat die... U houdt nog 10 maanden vol, zeg. Ja, tuurlijk. 10 maanden tot de verkiezing. Dan zien we of bakken dat die accommodatie ze komen bakken of niet. Dat gaat de electoraat bepalen. Ik kon dat, zo was het ook, ABOP en DP. En de ABOP heeft toen 2015 5 zetels gehaald. We waren samen, vriend, Boumati en DP 26. Wij waren al goed voor 31 zetels. En wat heeft de partij gezegd? You? Een orgaan aan you. Zie je wel? Nee, ik ben nog niet klaar. Ik wil je wijzen. Dat 26 zetel plus 5 was 31. En toen zei de partijleider, nee, hoe gaan jullie? Wie is meer bij Orkoboom? Dus je ziet ze. Dus het kan ook zijn dat straks VAP vindt in 26 zetel dat je ABOP, vaarwel, bye bye. Dan bye bye. Nee, maar waar zijn de IMF gelden dan gegaan, VP? We hebben toch 6 transacties gehad. Dat moet u minister van Financiën vragen. Je moet ook vragen. Waar is dat geld, die 300 zoveel miljoen, hoeveel miljoen was het van staatsolie? 300 zoveel miljoen? Ik heb nooit één cent gezien. Niemand heeft me uitgelegd waar die gelden naartoe zijn gegaan. Is het 135 miljoen? Hoeveel was het? 300? Ja. En vraag ze waar het geld is gegaan ook dan. Maar we zien dat er nu wel een beetje geld is vrijgemaakt voor sport. Waar? Dat is gezegd door de president. 4 jaar al vecht ik voor geld voor die staatsoliesport. 4 jaar al. Als ze nu hebben gestort, dan is het nu. Maar ik ben laatst dat ik nog meer vet aan de meid. Maar wat gebeurt er? Omdat het bij ABOP is. Ik durf dat te zeggen. Omdat sportfonds valt onder de ABOP. En zeg van nooit, nooit moet je niet gaan naar fonds die zie, want ABOP is scoren. Wat is dat? De regering gaat scoren. Nu is er een commissie. Wat die commissie? Wij hadden de voorzitter daarin. Die hebben nooit 1 cent gezien, nooit 1 cent gestort. Nu is dat ding gegaan naar kabinet-president. En alles moet dan via kabinet-president. Als je wil, moet je daar projecten indienen. No probleem, we hebben ingediend. We wachten op het geld. Als hij ons geeft, gaan we uitvoeren. Als hij ons niet geeft, hoe hij vooruit dan? Geen probleem. Maar die mensen weten wel dat die hele sportfonds gekoopt is. Hij is daar gegaan. Klaar, punt uit. Dus in feite
feite wordt er alles van jullie afgepakt. Je mag alleen mijn positie kan niemand afpakken. Je kan alles pakken wat beleid betreft, alles, tikkie. En wat? Je neemt niks van mij weg. We houden de gemeenschap op. De ontwikkeling houden we op. Dus dat vind ik erg. Maar als je alles wil nemen. Als je zelf de regering, de RVM. Er is een andere RVM die we straks weer moeten gaan. Dat zie je. Ik moet je zelf zeggen. We hebben een RVM hier. En 3 uur hebben we een RV. Zelfde vergadering. Wat we hier hebben is weer daar. Afvallig is het toch. Maar ik ben niet bang om zulke dingen te zeggen, omdat die dingen zijn real. Dat zijn samen met Taki. Niet een probleem. Als wil iemand boos worden of als wil iemand doodgaan, is je zaak. Meer vragen? Mijn mensen?